Goedenavond, uitverkoopcentrum met Emma. Hey, goedenavond met Ad Andriessen. Hi. Hallo, ik heb een hele mooie aanbieding voor jullie. Oh. Ja. Vertel. Want jullie hebben denk ik wel mascara, hè? Ja. Ja, daar heb ik iets wat jullie denk ik nog niet hebben. Het is een nieuwe uitvinding. Dat is mascara met een smaakje. Oh, dat is apart. Ja. Ja. En dat is, je kan het gewoon opdoen. Het is sowieso heel mooi gekleurd. Het zijn dus drie kleuren. Alle drie varianten op de kleur Ocean Blue. Maar je kan zelf ook kiezen of je de smaak zeg maar echt benut. Maar het is dus speciaal leuk voor mensen die ervan houden. Die dan ook op een gegeven moment dus ook willen wimperlikken. Ja. Nou, ik denk dat wij geen wimperlikkers in het filiaal hebben. Nee, dat kan. Nou ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Want veel mensen die doen het wel, maar die zeggen het niet. Oh. Nou, dan heeft u iets heel moois in handen, denk ik. Ja. Ja. Dus dan concludeer ik hieruit dat u wel misschien interesse heeft. Ik zou het zelf verkopen. Ik denk dat u daar veel meer mee verdient. Nee, want ik wil het aan u verkopen. Oh, nee, helaas. Ik heb natuurlijk geen winkel. Nee, dan zou ik een winkel beginnen. Ja, dat is ook zoiets, hè. Mm-hmm. Dat kan ik natuurlijk wel doen, maar ik ben meer een man van de achtergrond. Oh, kijk, misschien de buurvrouw die u daarbij wil helpen. De buurvrouw? Ja. Nou ja, kijk, maar het is, ik moet ook klein beginnen natuurlijk, hè. Ja. Kijk, ik heb nog een tweede product. Dat is zeg maar de mensen die zeg maar ook aan de oogschaduw willen. Heb ik ook mijn smaakje. En dat is dan speciaal voor de mensen die ook echt dan tijdens het wimperlikken graag het hele ooglid in de mond willen nemen. U kan een grote winkel beginnen, hoor ik. Ja, ik vind van de ene kant, ik zit even te denken hoe ik erop moet reageren, want ik vind het wel leuk dat u zo enthousiast bent. Maar... Nou, ik geloof dat enthousiast is iets anders. Oh. Denk ik. Ja, u bent een beetje cryptisch in uw uitingen. Ja? Vind ik. Maar dat bedoel ik wel respectvol, hoor. Maar zou ik anders misschien een keer langs mogen komen met mijn producten? Dat mag. Ja? Ja. En dan gaan we gewoon even likken. Nou, dan moet u eerst naar het hoofdkantoor even kijken of daar wat likkers zitten. Of daar likkers zitten? Mm-hmm. Ja, goed idee. Goed, dat had ik zelf nog niet aan gedacht, inderdaad. Nee. Ja. Mijn insteek is eigenlijk toch meer om bij de kleine man in de zaal, want jullie zijn franchise, hè? Maar u spreekt nu met een vrouw, dus dan moet u denk ik naar een ander filiaal bellen waar een man werkt. Nee, dat was natuurlijk figuur, dat is een uitdrukking, hè? Hoeveel zou u eraf willen nemen van mij? Wat denkt u zelf? 300. En dan krijgt u een gratis kwastje. Oh, geweldig. Mag u een prijsje noemen? Helaas. Oh. Ja, ik hou hier wel van onderhandelen. Ja? Dat kan. Ben ik het mooi gemaakt? Ja. Om te proberen. Mm-hmm. Drie dozen oogschaduw met een smaakje. Mm-hmm. Betaalt u mij 300 euro. Mm-hmm. Krijgt u 50% korting, maak er 150 van. Mm-hmm. En dan krijgt u bij iedere doos drie gratis kwastjes bij. Nou, dat is helemaal geweldig. Ja? Nou, weer helaas. Dus, oh. Ja, waar nou? Mm-hmm. Ja. Nou hebben we een padstelling volgens mij. Nee, u, denk ik. Ik niet. Oh. Ik luister alleen maar naar u. Ja. Dus ik kan gewoon blijven proberen. Nou, ik blijf luisteren. Proberen heeft geen zin. Dat kan ik u wel vertellen. Ja. Je hebt vast al gehoord. Is het druk in de winkel? Nou. Ogenblik, ik ben zo terug. Ja hoor, ik wacht wel even. Geen probleem hoor.
Spannend, spannend. Ja. Mevrouw? Mevrouw? Wat, ga je nou dadelijk een nieuw aanbod doen? Hè? Net zoals mevrouw... Nou, ik wil een laatste bod doen. Ja. Anders moeten we een bemiddelaar zoeken. Net als oh, dat is misschien de eerste dat de host ook gedaan heeft. Hè? Mevrouw? Yeah. Wilt u een bemiddelaar? Ja. Nou ja. Ik ga nog even buiten de uitzending, denk ik, met deze mevrouw verder kletsen. We wachten eventjes af en we trakteren u ondertussen op een stukje muziek, denk ik, beste luisteraar. Zet maar aan, Karel.